Wat ik ga vertellen is dus een fenomeen die heet citizen science, burgerwetenschap. En dit is ontstaan als onderdeel van ontwikkelingen in de technologie. We zien steeds daardoor, dankzij het internet, nieuwe vormen van organiseren zijn ontstaan. Niet alleen in het bedrijfsleven zijn nieuwe vormen van organiseren, maar ook voor non-profit en ook voor de wetenschap. Dus in binnen de wetenschap zien we dus ook dat fenomenen zoals crowdsourcing en burgerwetenschap dus met de hulp van internet dus belangrijker zijn geworden. En dat is dus het onderwerp van mijn onderzoek geweest, dus het fenomeen burgerwetenschap, in het Engels citizen science. En wat houdt citizen science eigenlijk in? Het is een participatieve vorm van organiseren van wetenschappelijk onderzoek. En waar dus burgers die niet als professie geen wetenschapper zijn, die hebben andere beroepen, zeg maar. Dus burgers en onderzoekers die dus als professie, als beroep gewoon wetenschapper zijn, samen bij elkaar aan een wetenschappelijk project werken. Technologie heeft daar een belangrijke rol en met name het internet. En dankzij dus dat een internet wat je kan bereiken met zo'n onderzoeksproject is dat je meerdere mensen mee kunnen doen. Ook dat de kennis en de diversiteit van die in zo'n project komen ook breder is, omdat mensen verschillende kennis met zich meebrengen. En ook qua tijd en middelen is ook efficiënter, omdat je meerdere mensen bij elkaar hebt en meerdere diverse kennis, kan je ook sneller en meer kennismiddelen hebben eigenlijk om de projecten af te ronden. Daarnaast, zo'n fenomeen als burgerwetenschap kan ook bijdragen aan het beter begrijpen van de wetenschap in het algemeen. Dus door het algemeen publiek. Dus dit is in een notendop wat burgerwetenschap is en ook de onderwerp van mijn onderzoek. In mijn onderzoek heb ik vooral gefocust op bepaalde typen burgerwetenschap die ik eigenlijk. Complexe burgerwetenschap, complex citizen science heb ik genoemd. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat je ziet verschillende type onderzoeksprojecten en daarom dus verschillende type burgerwetenschapprojecten. En sommige zijn wat eenvoudiger te doen en dan hoor je vaak het woord crowdsourcing of crowd science. Maar andere projecten zie je dat de groepen wat kleiner zijn en de taken wat anders. En je ziet taken die meer kennisintensief zijn. Je hebt bepaalde kennis nodig om dat te kunnen uitvoeren. Die veel meer tijd nodig hebben. En dat de taken gewoon veel moeilijker zijn om te modulariseren in de zin van dat je ze uit elkaar kan halen. Denk bijvoorbeeld aan het vertalen dus van de brieven van Belle van Zuilen. Je kan niet zo een brief uit elkaar halen, want als je gaat vertalen, dan je verliest gewoon een deel van de mening. Dat gaat gewoon niet als je dat wilt doen. Als je moet annoteren, gaat dus ook niet als je een brief uit elkaar zou halen. Dus je moet de hele brief gewoon hebben om eraan te werken. Dus mijn onderzoek heeft plaatsgevonden dus in die context, in het context van complex citizen science. En het project van digitalisering van de brieven van Bijlen van Zuilen was dus een van de 5 projecten waar ik onderzoek naar gedaan heb. En ik heb nu wat een paar vragen aan Maria over of ze ons wil vertellen over ja, wat was het doel van het project van digitalisering van de brieven van Belle van Zuilen? Het doel was om de brieven van de correspondentie van Belle van Zuilen, zoals die gepubliceerd zijn in de oeuvre compleet, de eerste 6 delen, om die beschikbaar, digitaal beschikbaar te stellen. Er zijn nieuwe brieven bijgekomen en dat was dan voor in eerste instantie bedoeld voor onderzoekers, maar eigenlijk aan iedereen die geïnteresseerd is in leven en werk van Belle van Zuilen. Ja, prima, dank je. Ook een van de dingen die we horen steeds in het project en ja, zijn vrijwilligers die deelgenomen hebben. En zou je ons heel kort kunnen vertellen van wat zijn de verschillende taken en rollen in het project? Suzanne en Madeleine zijn de projectverantwoordelijken. En die hebben een werkgroep bij elkaar gebracht. Die grotendeels bestaat uit leden van het genootschap Belle van Zuilen.
En ook uit de leesclub Belle van Zuilen onder leiding van Suzanne van Dijk. Als assistent van Suzanne heb ik de coördinatie op me genomen. Ja, dank je. Ik had nog een laatste vraag, want ik heb hier aan op de schermen een mooie afbeelding en jullie hebben heel even ook even genoemd over de Elaborate. Kan je vertellen wat voor tool is dat, Elaborate? Dat is een tool waar je de brieven dus in kan presenteren. Elaborate heeft een werkkant. Daar werkt de werkgroep ook in de werkkant. Ze schonen de brieven, controleren, vullen de metadata in als ze willen, de annotaties. Er worden nu de vertalingen toegevoegd. Ik heb de manuscripten aan de werkkant toegevoegd. En dan is er een zogenaamde conceptpublicatiekant. Daarin kunnen we zien hoe de brief er uiteindelijk uit komt te zien in de uiteindelijke editie, dus de editie zoals die vandaag gepresenteerd wordt. Dank je. Zo zien jullie daar dus dat het wat een complexe project is met een ingewikkelde tool waar verschillende lagen erin zitten, met een hele groep mensen die eraan gewerkt hebben. Dus dit project was een van de 5 projecten die ik onderzocht heb. En het onderwerp, concreet het onderwerp van mijn onderzoek, was kijken naar complexe citizen science projecten. Maar ik heb me vooral gefocust op het verzorgen van kwaliteit. Dus omdat het gaat om een wetenschappelijk project en je wilt dat de resultaten van het project gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek, dan moet je voor zorgen voor kwaliteit. Dus daar heb ik me op gefocust. Wat je ziet hier op de schermen is een overzicht van van het proces die je ziet in het verzorgen van kwaliteit. Je ziet dat in verschillende stappen in het proces verschillende activiteiten plaatsvinden die allemaal bedoeld zijn om te zorgen dat je uiteindelijk een goede kwaliteit, goed resultaat van het project hebt. En wat ik ga nu doen is dus die verschillende stappen in het proces doornemen. En Els, Anja en Maria die gaan mij helpen om dat verder toe te lichten. Nou, de eerste stap in het proces is bij recruteren van vrijwilligers die aan het project mee willen doen. En in mijn onderzoek heb ik dus verschillende manieren gezien om te recruteren. Je kan een verschil zien tussen een open call en een soort gerichte call. En open call, dan ga je in de media uitnodigen dat het project is en iedereen mag meedoen. Een gerichte call is bedoeld voor als projectleider mensen kennen in het netwerk of mensen die kennen die interesse hebben in het onderwerp, of die ze bepaalde specifieke kennis hebben die nuttig kan zijn voor het project, dat die dus gericht aan deze mensen benadert om mee te doen aan het project. Dus daar zie je die 2 verschillen komen vaak voor in de burgerwetenschap projecten. En in het geval van digitalisering van de brieven van Bijlen van Zuilen, dat was vooral een gericht call. En ik heb dus een vraag voor Anja en voor Els, of ze ons kunnen vertellen van hoe hebben jullie op het project gehoord en waarom hebben jullie besloten om deel te nemen. Anja, wil jij eerst vertellen? Goed. Ik heb besloten deel te nemen aan het Elaborate project, omdat ik al vele jaren geleden hoorde van Suzanne van dit project. Het leek me interessant. Door de geschiedenis, de 18e eeuw, door de schrijfster, door de taal. Het kwam er heel lang niet van, door andere vrijwilligerswerkzaamheden. Maar een jaar of 2 geleden hoorde ik van Suzanne weer tijdens een lezing dat er toch nog steeds vrijwilligers nodig waren. En mijn interesse werd weer gewekt. En zo ben ik ingestapt. Dat was 2 jaar geleden en de ervaring is dus nog niet zo heel erg groot. Van Maria heb ik steeds adviezen gekregen en tips in het begin. Antwoord op veel vragen die ik in het begin ook had. En zij heeft ook altijd benadrukt dat er nog altijd een eindcontrole weer zou worden uitgevoerd. Dus dat was een soort geruststelling. Maar in ieder geval, ik vind het leuk om te doen. En tot nu toe werk ik er met interesse aan. Dankjewel, Els. Ik zal het kort houden. Ik ben van huis uit kunsthistorica. Ik heb dus geen Frans gestudeerd. Dus het was in het begin nogal pittig voor
voor mij. Maar ik heb jarenlang lesgegeven. Dus dat was ook wel een ervaring die ik opgedaan heb. En ik ben al lang lid van het genootschap. En daar heb ik Suzanne ook leren kennen. En veel gelezen over Belle van Zuylen. Veel brieven van haar gelezen, veel over haar gelezen. Ook met de excursies mee geweest naar Colombier en naar Neuchâtel. Belle van Leesclub hebben we opgericht, die ook al lange tijd bestaat. Dus mijn interesse is groot en ik vond het juist heel interessant om in dit project veel meer brieven onder ogen te krijgen dan je dat eigenlijk in het normale leven doet. Dus dat is een van mijn drijfveren geweest. Dankjewel. Zo zien jullie dat dus, dat in het geval van dit project, dus met een gerichte call, mensen die al bekend waren bij Suzanne, dus deelgenomen hebben aan het project, mensen die kennis hadden en interesse in het onderwerp. Nou, een andere stap dus in het zorgen van kwaliteit naast geïnteresseerde mensen, mensen met kennis, is ook het delen en integreren van kennis. Wat bedoelen we daarmee met kennisdeling? Kennisdeling heeft betrekking eigenlijk op de activiteiten die men inzet om een deel van je eigen kennis beschikbaar te maken voor anderen. En in de context dus van citizen science, van burgerwetenschap, dus deze activiteiten zijn meestal trainingen, manuals, meetings, regelmatig communiceren met elkaar via e-mail of telefoon, maar ook een forum bijvoorbeeld. Dus dat zie je in de verschillende projecten al deze terugkomen. Dus het is een manier zodat projectleiders, coördinatoren, mensen die dus in de wetenschap werken, hun kennis kunnen delen met de deelnemers. En, maar ook andersom, dus als deelnemers zijn die bepaalde kennis hebben, dat ook op deze manier hun kennis met de anderen in de groep kunnen delen. Ja, wat je ziet is dus dat deze activiteiten, of je dat gaat doen of niet, zijn afhankelijk dus ook van het aantal mensen die in een project meedoen. De type kennis die ze met zich bijbrengen. En dus ook ja, of dat ze dichtbij of ver weg van elkaar zitten. Dus als je een groep hebt van vrijwilligers die heel verspreid zijn over het land, dan kan je beter dus zo'n fysieke bijeenkomst niet organiseren. Want dat is gewoon heel lastig, heel moeilijk. En dan kan je beter dat online doen. Maar als je mensen hebt die dichter bij elkaar wonen bijvoorbeeld, omdat ze uit dezelfde regio komen en het project is regionaal bepaald, dan kan je dat wel doen. Nou, in het geval van het project de digitalisering van Belle, de brief van Belle van Zuylen, dan gebruiken ze dus bijvoorbeeld trainingen, manuals, meetings, bijna alles wat hier op de lijst staat. En ik wou dus Elsa, Anja en Maria vragen om hier meer te vertellen. Maria, waarom hebben jullie trainingen en meetings georganiseerd in het project? Het programma Elaborate, ja, mensen zaten thuis, individueel, achter een computer. En dan moet je ineens in Elaborate kunnen werken. Dus toen nou, ook de signalen vanuit de werkgroep om het programma beter te leren doorgronden, vragen te kunnen stellen, ideeën te kunnen uitwisselen, noem maar op. Ondanks dat we helemaal niet uit dezelfde regio kwamen, kwamen mensen graag naar Den Haag, naar het instituut toe. Dat dicht bij het Centraal Station, dat was dus ook nog wel handig. Hè? En organiseerden we die meetings. En dat werd als heel prettig ervaren, volgens mij. Dankjewel. Ja, ik wou Els vragen van hoe belangrijk was voor jou om deel te nemen aan de training? Nou, wat Maria al zei, het was voor ons natuurlijk toch een totaal onbekend terrein. En het was heel belangrijk om wat meer informatie te krijgen over het hele programma van Elaborate. Hoe de verschillende tekstschermen werkten. Hoe we het zo konden afstemmen dat we allemaal op een gelijkvormige manier met die brieven aan de gang zouden gaan. En ja, het was heel verhelderend om dat te doen. We hebben daar in Den Haag ook die eerste keren gezamenlijk, of in groepjes, in kleine groepjes, zijn we aan het werk gegaan met brieven en hebben die brieven nabesproken. Dat is natuurlijk allemaal heel nuttig om te doen. En Maria was altijd een hele
benaderbare hulp als we thuis aan het werk problemen tegenkwamen. Dus dat verliep eigenlijk altijd heel goed. Dank je, dank je. Anja, ik heb ook een vraag voor je. Want in het project hebben we ook een manual gebruikt. Hoe belangrijk is het voor je om een manual te hebben en te gebruiken? Ja, de handleiding vond ik wel erg handig. In het begin belangrijk en ook nuttig. Want ik heb dan wel Frans gestudeerd en veel gecorrigeerd in mijn leven tijdens de docentenbaan. Ja, hoe moest ik met die brief precies omgaan? Dat wist ik natuurlijk niet. Er staan erg veel aanwijzingen en voorschriften in de handleiding. Bijvoorbeeld al meteen, de oorspronkelijke tekst moet gehandhaafd. Dat werd ook al een keer gezegd. Je mag er niks aan doen. Behalve dan interpunctie, comma zetten, uitroeptekens eventueel, witregels. Allerlei kleine zaken. Dus het gaat om aanpassingen. Om de leesbaarheid vooral te vergroten. En daarbij is de handleiding een goede hulp. Dus het doel van die handleiding is eigenlijk de net uitziende teksten en de uniformiteit van het geheel. En verder is het dan ook niet zo moeilijk als je een beetje piek precies bent, zoals ik. Dankjewel, dank je Anja. Dus inderdaad, voor de deelnemers en voor de borgen van de kwaliteit is heel belangrijk dat er trainingen zijn, dat iedereen op dezelfde manier aan de slag gaat, dat een manual ziet waar je dus de regels kan volgen en allemaal op dezelfde manier werken, zodat uiteindelijk het resultaat gebruikt kan worden voor het onderzoek. Naast het delen van kennis door deze middelen, een andere manier om de kwaliteit te worden, wordt door te coördineren van kennis. En omdat allemaal mensen zijn met bepaalde kennis die aan meedoen, dan heb ik hem zo genoemd, de coördinatie van kennis. Wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel dus de taken, het organiseren van de taken binnen burgerwetenschap. En dus wat ik al zei, ik spreek van kenniscoördinatie omdat het gaat om mensen die kennis hebben. En het gaat om kennisintensieve taken. Deze coördinatie kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ook afhankelijk van het aantal mensen. Dus hoe je dat organiseert is afhankelijk van hoeveel mensen erbij zijn in het project. Of ze dicht bij elkaar weer wonen en kunnen ze bij elkaar komen. En ook van het type technologie die je gaat gebruiken. Dus als je een technologie hebt die je dus geen versies van de transcriptietekst of van de vertaling kan bijhouden. Dus als je geen versies hebt, dan kan je hem lastig gewoon rouleren of dat andere mensen een versie kunnen nakijken en dat je dan die oude kan behouden. Dus technologie speelt hier een belangrijke rol. Wat we zien ook dus dat je afhankelijk van aantal mensen of ze dicht bij elkaar zijn en de technologie kan je dus de coördinatie op individueel niveau doen. Dus dat je iedere persoon eigen stukje gaat doen. En dan of dat je in een groepjes gaat organiseren. Of dat wel dat de taken worden gerouleerd. Dat iemand iets doet en iemand anders gaat nakijken. Of extra erbij toevoegen. Dus dan heb je verschillende manieren om dat te regelen. In het geval van het project van de brieven van Belle van Zuilen. Wat gedaan is dat die individueel georganiseerd is. Zonder te rouleren van de taken. En ik wou Maria vragen om ons hier meer te vertellen van waarom zijn dus de taken individueel georganiseerd in het project? De werkgroep gaf eigenlijk zelf aan best wel prettig te vinden om afgebakende taken of werkzaamheden te verrichten. Dus een aantal in het begin deden we dat zeker, een aantal nummers, brieven. Dat nam niet weg dat je niet een keuze mocht maken, bijvoorbeeld een bepaalde tijdspan of een bepaalde correspondent. Zo heeft Els die deed de brieven van Henriette Lardy. En Joop, een van onze ijverigste en langst werkende werkgroepleden, die deden bijvoorbeeld de correspondentie van Constant Dermange. Maar anderen wilden gewoon 10 brieven of 50 brieven of noem maar op, gewoon die klus klaren en dan wachten weer een nieuwe stapel, letterlijk. Ja, prima, dank je. Dus zo zie je op deze manier in het project, dus individueel op deze manier georganiseerd, dat iedereen zijn taak krijgt. Wat waren de voordelen hiervan, Maria? Kan je dat vertellen?
Nou, volgens mij is het grootste voordeel is dat men prettig werkt. Hè? Dat mensen hebben plezier in het werk. Er was goed zicht op de vooruitgang. En voor de controle van de projectverantwoordelijke was het ook... er werd doelmatig gewerkt. Zo. Ja, ja, dank je. Naast het feit dat de coördinatie in de taken voor de vrijwilligers prettig is om eraan te werken, wat je ziet ook is het feit dat iemand bijvoorbeeld altijd met dezelfde persoon bezig is, die raakt ook gewend aan de handschrift bijvoorbeeld, of aan de manier van schrijven, of de woorden die ze gebruiken. En op deze manier gaat ook wat makkelijker. Dus dan zie je ook dat de kwaliteit van kennis ook belangrijk is in dit aspect bij het regelen van de taken van de coördinatie op individueel niveau. Ik ga bijna als laatste stap bij het zorgen van kwaliteit is aan het einde, waar je dus gaat controleren of zeg maar beoordelen hoe goed allemaal is gegaan en eventueel corrigeren wat nodig is. Dus in zo'n evaluatie en correctie kan ook door door de vrijwilligers plaatsvinden. Kan anders door expert vrijwilligers, dus mensen die vrijwillig zijn, geen professional onderzoekers, maar wel heel veel kennis hebben op dat gebied. Of kan dus door de onderzoeker zelf, en meestal is de projectleider, zeg maar, of een kleine groepje binnen de wetenschappelijke organisatie waar het project plaatsvindt. Dus er zijn verschillende manieren om de kwaliteit aan het einde te beoordelen en te corrigeren. Zodat gewoon het resultaat gewoon goed is voor onderzoek. En deze verschillende mogelijkheden zijn dus ook weer afhankelijk van het aantal mensen die aan het project meedoen. Maar ook heel belangrijk aan de mate van dat de projectleider weet welke kennis de vrijwilligers hebben. Als je een hele grote groep vrijwilligers hebt online in zo'n crowdsourcing project, dan weet je heel vaak niet wie ze zijn. Dan ken je ze niet persoonlijk en dan weet je ook niet welke kennis zij hebben. Maar in het geval van de brieven van Belle van Zuilen, omdat de projectleider wel wist welke kennis de mensen hadden, dus dan heb je een andere manier van beoordelen aan het einde. Dus ik wou gewoon aan Maria vragen of ze ons kan vertellen hoe de controle en de eindredactie van het project is georganiseerd. Nou, we hadden in de metadata een mogelijkheid, hè, de werkgroep, als de leden van de werkgroep klaar waren met bepaalde brieven, konden ze dat aangeven in de metadata. Die brief kon je dan selecteren en kon ik de eerste controle doen, eventueel metadata aanvullen, annotaties aanvullen. En dan kon ik dat weer in de metadata zetten en kon het werk naar de eindredactie, naar Suzanne en Madeleine. Nou, dankjewel. Ja. Nou, dus we zijn aan het einde gekomen van mijn presentatie. Dus wat jullie zien is het borgen van kwaliteit binnen zo'n complex citizen science burgerwetenschap. Zoals het project van digitalisering van brieven van Belle van Zuilen. Heeft verschillende stappen nodig, verschillende activiteiten en processen om dat te borgen. En dat je de keuzes die je maakt zijn afhankelijk van hoeveel mensen je in de project hebt. De kennis die bij zich hebben. Hoe dichtbij of ver weg van je organisatie zitten om bij elkaar te komen. Of je ze kent of niet. Dus dat al deze factoren hebben invloed op hoe je dat organiseert en borg. Dus dat is wat ik vandaag te vertellen had. Ik weet niet of er vragen zijn. Ja. Dankjewel, Montserrat. Het is wel prettig om zo even duidelijk gedemonstreerd te krijgen wat een serieus project dit is, hè? En hoe goed het aangepakt is. Het heb je toch wel wetenschappelijk aangetoond, zou ik zeggen. Ja. En heel fijn dat hier zo ook met drie deelnemers bij elkaar, eens even besproken kon worden. Graag gedaan.
Thank you.